Ole Tobias, je ploeg speelt vandaag met 0-0 gelijk tegen FC Eindhoven. Waar schortte het vandaag aan? Aan doelpunten. Dat is inderdaad een simpele conclusie. Ja, als je niet scoort, dan kan je ook geen wedstrijd winnen. En vandaag hebben we bijna niks gecreëerd. Alleen een paar 50-50 ballen, wat net niet goed vielen. En in de eerste helft had Thomas een hele grote kans wat hij had moeten scoren eigenlijk. Alleen met de keeper. En die benut je ook niet. Maar daarna heb je bijna niks gecreëerd waar ik dacht van nou, nu gaan we scoren. Ja, buiten de doelpunten waren ook de kansen heel schaars. Nee, maar dat is wat ik zeg. We creëren bijna niks vandaag. We hebben onze aanvallende duels niet gewonnen. Eindhoven speelde gewoon vol 1-op-1. En die duels hebben we aanvallend niet gewonnen. We zijn bijna niet tot een goede voorzet gekomen. We hebben bijna niemand vrij in de diepte kunnen spelen die dan tot een voorzet kon komen. En aanvallend hebben we gewoon te weinig laten zien vandaag. Dat je ploeg dan voor je gevoel een wat mindere dag of lag het ook aan het spel van Eindhoven? Ja, dat is altijd een combinatie. Ook complimentjes hoe Eindhoven dat uitvoerde. En dat blijft heel lastig omdat je zelf niet scoort. Nou ja, hoe langer dat je niet scoort, hoe meer dat de tegenstander aan terugzakt. En op een gegeven moment had je zoveel balbezit zonder dat hij eigenlijk 100% kansen creëerde. En daar moeten we wel naar onszelf kijken, ja. Ik weet dat je altijd zegt van de focus ligt volledig op mijn eigen ploeg en ik kijk niet naar de ranglijst. Uiteindelijk is het wel zo dat Cambuur vandaag verliest, dus je had de periode kunnen pakken. Maakt dat de nederlaag extra zuur of het gelijkspel extra zuur? Nee, absoluut. Aan de ene kant ben ik blij dat we 1 punt zijn ingelopen op Cambuur. Maar achteraf is het natuurlijk zuur dat je niet de periode pakt omdat je niet wint. En je had op gelijk de hoogte kunnen komen. Dan mag je inderdaad na de wedstrijd en nog zuurder dat je niet scoort. Maar ja, het was gewoon niet aanvallen niet goed genoeg vandaag. En ja, natuurlijk hadden wij recht op de overwinning. Zou er iemand winnen, maar aan de andere kant was Eindhoven ook een paar keer gevaarlijk via de omschakeling. En dan verlies je ook soms zo in wedstrijd. En dat is vandaag gelukkig niet gebeurd. We pakken 1 punt, teleurstellend, absoluut. Want we willen graag hier thuis elke wedstrijd winnen. Maar vandaag hebben we gewoon te weinig gebracht, aanvallend. Wat moet er volgende week anders om tegen Jong AZ wel weer met de volle buit aan de haal te gaan? Ja, doelpunten maken, dat is het allerbelangrijkste. En dan moeten we aanvallend meer laten zien dan vandaag. Dankjewel.